Goedemorgen, lieve. Wij staan hier voor jouw skichalet. En dat in het centrum van Eppegem. Ja. Vertel eens. En wel, dat is er gekomen dus, omdat de gemeente de renovatie had gepland voor het café. En twee, drie maanden kan je overbruggen als zelfstandige. Maar nu, de periode dat gaat duren, 8-9 maanden, is wel een beetje lang zonder inkomen. En daarom hadden we besloten om hier iets neer te zetten. Mm-hmm. Ik had eerst aangevraagd voor een container, want dat bestaat dus ook. Maar dan kwam Koen met het idee van de skihut. Ja. En zo is dat gekomen dat hij hier staat. En wanneer denk je dat je café terug kan opengaan? Tot half december zit ik zeker hier al. Maar de gemeente gaat trachten van dat ik er zo vlug mogelijk in kan. Klopt dat, Koen? Ja, we gaan proberen van eerst onderaan het café volledig winddicht en al volledig klaar te maken. Dan kan zij in het café en dan kunnen boven de afwerking daarna nog gebeuren, terwijl zij beneden het café houdt.